Amerika en China liggen op ramkoers en dat is voor mij toch wel het meest belangrijke onderwerp denk ik voor de komende jaren. We are witnessing the birth of Bretton Woods 3.0. Amerika mag niet accepteren dat er een land opstaat die die hegemonie, die die voorrangspositie van Amerika kan bedreigen. Dat betekent dat we in het Westen mogelijk opnieuw last zullen krijgen van een schaarste aan grondstoffen. In een wereld die constant in beweging is, zijn er slechts enkelingen die de veranderingen begrijpen en laat staan op voorhand al kunnen voorzien. Willem Middelkoop, een van Nederlands vooraanstaande financieel journalisten, investeerders en auteurs, is zo iemand. Middelkoop, oprichter van het Commodity Discovery Fund. Staat in Nederland bekend om zijn kritische kijk op het mondiale financiële systeem. Als auteur heeft hij verschillende internationale bestsellers geschreven. Die diep ingaan op de complexiteit van het wereldwijde financiële systeem. En dat geeft al aan dat wat wij hier bespreken vandaag op het hoogste niveau. Hoog op de agenda staat. Schets je daarmee dan tegelijkertijd het scenario dat er mogelijk een, niet alleen een economische oorlog, maar misschien zelfs wel een, een fysieke oorlog zou kunnen ontstaan, begrijp ik dat goed hieruit? Voordat we starten met deze aflevering van Madelon navigeert. Eerst eventjes een korte mededeling. Het is me opgevallen dat bijna 50% van iedereen die deze video's bekijkt nog niet geabonneerd is en daarom wil ik graag een deal met je maken. Als je hieronder op de abonneerknop klikt en eventjes een duimpje achterlaat, ga ik ervoor zorgen dat ik nog meer van deze gave content kan maken en jou kan helpen op je reis om financieel steeds slimmer te worden. Alvast bedankt en we gaan nu snel door naar de aflevering. Welkom bij in deze aflevering van Madelon navigeert. Dit is alweer het derde seizoen. En vandaag hebben we Willem Middelkoop te gast. Willem, wat fijn dat je weer bij ons te gast wil zijn. Van harte welkom. Ja, gezellig bij jullie thuis. Jazeker, heel gezellig bij ons in de woonkamer. En jij zit uh, op je kantoor in Aardehout, zie ik. Ja, inderdaad, uh, iedereen is naar huis gestuurd, want de hele boel is hier verbouwd. <laughs> tegen de trader. Onze trader ben gezegd: normaal begint hij om twaalf uur middags. Kom maar om half twee, want uh, we hebben eventjes uh, je plek nodig. Precies. En dan hebben wij de tijd om eventjes bij te kletsen? Want er is nogal wat te bespreken. Ja. De laatste keer dat we in Navigeert spraken is uh, denk ik een jaar of twee geleden geweest. En toen zei jij er komen grote veranderingen aan. We hadden het over de Big Reset, jouw boek dat je natuurlijk geschreven hebt. Uh, het monetaire verhaal daaromtrend. We hebben het gehad over de Great Reset, die toen in Nederland nog helemaal niet zo bekend was. Het meer sociologische ja. aspect. En naar aanleiding van die video, volgens mij is hij bijna 300.000 keer bekeken, uh, begon het steeds meer te leven. En ik denk dat het uh, goed is om eventjes in een sneltreinvaart uh, terug die twee jaar in te gaan en even te kijken naar wat er gebeurd is met het oog op. Geldcreatie, enorme inflatie en uh, banken die in, ineens spontaan uh, omvielen. Kun je ons terugnemen naar, uh, naar dat moment? Ja, eigenlijk is voor mij de grote ommekeer geweest, de, de corona crash van maart 2020. Ik zat gisteren toevallig uh, terug te bladeren in onze map van oude maandberichten. En toen pakte ik het maandbericht erbij, van januari, februari 2020. Uh, toen corona begon uh, ja, zich de, ja, de wereld eigenlijk begon te beheersen. En toen was het uh, maart 2020, toen crashte de koers in de eerste twee weken. En daarna herstelde ze heel snel, in ieder geval in onze sector. En toen schreef ik in het maandbericht dat de geldkraan uh, uh, nu volledig open zouden gaan bij centrale banken. En dat dat grote problemen zou gaan geven, met name op het gebied van inflatie. Nou, dat is eigenlijk het verhaal geweest van de afgelopen twee jaar. Uh, daarvoor hebben we eigenlijk alle crisis kunnen bezweren door de geldkranen steeds open te draaien. Uh, maar de enige crisis die je niet kan bezweren door meer geld te creëren, is de inflatiecrisis. En daarom zitten we nu in een heel ander traject en zie je nu overal die renteverhogingen. Er is eindig gekomen aan 40 jaar dalende rente. En dat is gewoon echt een mega trendomkeer. En ik denk dat we in een heel nieuw tijdperk beland uh, zijn. En even voor mijn beeldvorming, Willem, hoe bijzonder is dat, die, die 17,7 maand op maand in 2022? Hebben we. Tijdens de zomer, zo'n percentage gezien. Er zijn ook jonge kijkers die misschien niet uh, kunnen, kunnen, hè, kunnen relativeren. In deze, kun je kun je een klein beetje uh, een beeld geven over hoe bijzonder zo'n cijfer dan is? Ja, we hebben vaak gesproken over hyperinflatie, hè? ook in onze ja. vorige gesprekken. Maar ik heb ook wel eens: gezegd, ja, daar moeten we mee uitkijken. Want hyperinflatie gebeurt niet zoveel. Dat zijn uh, rentestijgingen, uh, prijsstijgingen van 50% per maand. En ik heb toen eigenlijk een nieuw woord ervoor geprobeerd te verzinnen. Ik noem het superinflatie. En dat zijn eigenlijk rentestijgingen, of inflatie, prijsstijgingen van meer dan 10% op jaarbasis. En daar zijn we inderdaad in terechtgekomen, 10, 20%. Uh, komen daar nu weer onder. Hè? Centrale banken doen er alles aan om die inflatie onder controle te krijgen. Dat levert wel heel veel schade in de economie op. Hè? Daarover gaan we het straks wel hebben. Maar dit is vrij uitzonderlijk. En we moeten terug naar de jaren zeventig om eigenlijk zo'n inflatiegolf uh, te zien. Uh, in die inflatiegolf in de jaren 70 gebeurde nogal wat. Er uh, was de oliecrisis, er ja, waren geopolitieke spanningen, de goudprijs begon extreem te stijgen. En uh, heel vaak moet ik er terugdenken aan de jaren 70. Dus we zien heel veel parallellen met uh, die periode, 50 jaar geleden. En 50 jaar, dat is natuurlijk nogal een tijd. Ja, absoluut. En als we kijken naar de reactie van de centrale banken hierop, we hebben dus te maken gehad met een historisch percentage, in ieder geval als we Europa breed kijken, eurozone breed. De reactie van de centrale banken hierop was vrij fors. Ook historische cijfers als het gaat om de snelheid waarmee de rente verhoogd is, dat hebben we nog nooit eerder zo gezien in zulke mate. De reactie van de economie op die rentestijging, maar ook de financiële markten op die rentestijging, is vrij fors geweest. Uh, hoe, hoe kijk jij naar die reactie aan zich in, in een breed begrip en nog, nog even los van dat er, dat er banken omvielen? Laat het zo even schetsen. Nou, wat ik net al zei, je kan alle crisis, we konden alle crisis van de afgelopen tientallen jaren opvangen door eigenlijk de geldkraan aan te zetten en de rente te verlagen. Ja. Alleen als je dan een, een enorme inflatiegolf krijgt in reactie, eigenlijk op die enorme geldcreatie. Ja, dat is nou net een crisis die je niet kan beteugelen door de rente te verlagen en de geld kan aan te zetten. Dus we moesten het tegenovergestelde doen. Centrale bankiers moesten het tegenovergestelde doen. De rente moest snel worden verhoogd en erg moest de geldhoeveelheid worden verkleind. En je ziet ook centrale bankbalansen beginnen wat af te nemen. Uh, alleen wat je dus ziet, en dat hebben we eerder gezien ook, uh, eind 2018... Zodra je de centrale bankbalans laat krimpen, zodra je die geldkraan dicht gaat draaien, zodra je die rente het veel gaat verhogen, gaat er onmiddellijk wat kapot in de economie, krijg je onmiddellijk veel spanning in het systeem. Daardoor gingen de eerste banken omvallen in Amerika, die het meest geleveraged waren. Er zijn inmiddels enorme uh, papieren verliezen op de bankbalansen, omdat de US treasuries de waarde van de meer Amerikaanse staatsobligaties, zogenaamd de meest veilige belegging op aarde, is meer dan 55% gedaald vanaf de top. Want als de rente omhoog gaat, moet je erg verlies nemen op je obligaties. Nou, zo heeft dat nieuwe beleid van centrale banken erg tot enorme problemen geleid. En nu zitten we in een soort aanpassingsperiode. En als het maar genoeg gaat kraken in de economie... zullen centrale banken op een gegeven moment toch moeten stoppen met die renteverhogingen. Eigenlijk zien we al het begin daarvan. Een aantal landen in Latijns-Amerika zijn al begonnen met renteverlagingen. Een aantal andere belangrijke centrale banken zijn al gestopt met renteverhogingen. Dus uh, het wordt heel spannend de komende tijd. Ja, eigenlijk zeg jij dus... Hè, uh, kijkend naar de Amerikaanse treasury market... moet er wel het een en ander gebeuren nu... Uh, of de centrale banken moeten zich aanpassen. of die inflatie. die moet binnen no time. Uh, ergens omlaag gaan. Want anders uh, lopen we tegen een groot probleem. En begrijp ik dat goed? Ja, verhaal? nou. Die, die, kijk, die inflatie is al sterk aan het dalen. Hè? In veel landen is die inflatie alweer terug. Uh, onder de 10%. Zelfs soms onder de 7, 6, 7%. Dus centrale bankiers zijn erin geslaagd. de inflatie voorlopig te beteugelen, maar ten koste van heel veel schade in de economie. En dat we zien veel faillissementen, we zien ontslagen, golven van ontslagen. Uh, we zien dat bepaalde sectoren het heel erg moeilijk gaan krijgen. En ik denk dat de komende twaalf maanden duidelijk gaat worden hoe diep die economische pijn gaat worden en hoe centrale bankiers daarop gaan reageren. Want ik denk dat het niet zo moeilijk is te veronderstellen dat we over twaalf maanden... 12 maanden vanaf nu niet langer te maken hebben met verder stijgende rentes... maar dat er dan echt uh, te veel pijn zit in de economie. Oké, okay, interessante conclusie. Dus daarmee stel je ook dat de rente dan weer omlaag zou moeten. Uh, wellicht in Amerika, maar misschien dus ook wel in Europa. En kijkend naar, uh, naar Nederland, voordat we zometeen echt de bredere geopolitiek uh, pakken... in Nederland gebeurt ook het een en ander. Je ziet uh, behoorlijke onrust onder mensen, de armoede wordt steeds groter... Uh, dan hebben we nog niet eens gesproken over de staatsschuld, over het tekort op de begroting, over de gevolgen van de oplopende rente, die ook in Nederland voelbaar zijn. Uh, wat is jouw uh, visie op het geheel als we de Nederlandse economie in deze pakken? Nou, de Nederlandse economie is natuurlijk heel erg afhankelijk van Duitsland. En Duitsland heeft het moeilijk. Uh, Duitsland heeft al heel veel geëxporteerd naar China. Nou, je weet dat we. En dat is denk ik heel belangrijk te beseffen. Er zijn een aantal grote trends ten einde gekomen. De trend van de dalende rente is gewoon ten einde gekomen. We zitten nu in een trend van opgaande rentes en oplopende inflatie. Dat gaat schoksgewijs, dus de rente gaat straks wel weer dalen, maar je zal zien dat we dan een tweede hogere bodem krijgen. Een uh, andere belangrijke trend die is afgebroken is dat de globaliseringstrend, die begon eigenlijk na het einde van het uh, Sovjet-imperium, uh, het instortende communisme eind jaren tachtig. Hebben we eigenlijk een wereld gekregen waar we iedereen met elkaar samenwerkte. Steeds meer globalisering. Nou, die globaliseringstrend is afgebroken en is eigenlijk een trend van confrontatie uh, geworden. Confrontatie tussen het westen en, en het oosten, zou je kunnen zeggen. Confrontatie tussen Amerika en China. Confrontatie tussen laten we zeggen, de, de geallieerden, westers geallieerden, inclusief Japan er dan bij. Tegen. De, ja, de vrije, onafhankelijke landen die zich nu proberen te verenigen rondom de BRICS. En, en voor mij is dat laatste uh, het aller, allerbelangrijkste. Amerika's hegemonie, Amerika's positie als leider van de wereld wordt nu echt aangevallen door de BRICS-alliantie met China voorop. En Amerika en China liggen op ramkoers. En dat is voor mij toch wel het meest belangrijke onderwerp, denk ik, voor de komende jaren. Ja, dat is interessant. Want ik, ik stel jou een vraag over Nederland specifiek. En ik merk al dat jij nu uh, richting uh, de BRICS uh, aan ja, het ja, gaan bent. Ja, maar dit betekent ja. dus wel dat. Nee, dat geeft niks. Het betekent ja. dus wel dat het zoiets groots is dat je verwacht dat die impact dusdanig uh, uh, massaal is. Dat je dat dus in Nederland ook zal gaan voelen. En ja, dat, maar... dat dat misschien wel een grotere trend is dan die. Begrotingstekort en die staatsschuld. Ja, want waarom uh, kwam ik uit op de BRICS? Omdat ik erg vertelde dat Duitsland altijd heel erg afhankelijk is van de export en Nederland ook. En dat er zoveel naar China werd geëxporteerd. En ik vergat erbij te zeggen dat door deze nieuwe spanning uh, tussen uh, China en, en het Westen, eigenlijk door Amerika gecreëerd, die spanning, Trump begon daar in der tijd mee. En dan zie je dat de Duitsers en ook de Nederlanders, die volgen toch eigenlijk nog steeds een beetje. Ja, wijvelend Amerika. Dus Amerika vertelt ons dat China onze grote vijand is, net zoals Rusland. Ja. Omdat die landen geen US Treasuries meer kopen, geen Amerikaanse staatsleningen meer kopen. En Amerika's beleid als leider van de wereld eigenlijk een beetje beginnen aan te vallen. En er wordt ons nu als Europa verteld door Amerika dat dat, dat, dat onze grote vijand is. Dus we mogen geen waversteppers meer. ASML mag geen waiversteppers meer leveren aan China. Nou, ik, ik snap dat eigenlijk niet, want China is niet onze vijand. Ik heb China goed bestudeerd, een aantal van mijn boeken zijn er uitgegeven. Ik ben er regelmatig geweest. China uh, is, uh, heeft heel wat meer historie dan wij in het Westen. Uh, China is al heel lang een hele grote macht geweest, ook voor 1500, 1600. China heeft de wereldzeeën bevaren al in de 14e, 15e eeuw. China heeft nooit de wereld willen koloniseren. China wil dit nu ook niet. China wil handel drijven met de rest van de wereld. Maar China accepteert niet meer dat Amerika de regels van het spel bepaalt. En dat de NATO de regels van het spel bepaalt. En Amerika kan niet accepteren dat China niet langer wil accepteren dat Amerika de, ja, de leider is die bepaalt hoe het spel wordt gespeeld. En dat is het dit, wezenlijke conflict. Ja, dit, dit vind ik een, een interessante Willem. Want jij zegt dus eigenlijk van uh, hè, China wil dit niet meer accepteren. Maar we komen uit een periode waarin de dollar natuurlijk de wereldmunt was uh, uh, en, en onder andere met de petrodollar. En we zien dat daar uh, geopolitiek bezien heel veel veranderingen plaatsvinden nu. Uh, denk al alleen al aan uh, Saudi-Arabië, aan de OPEC-landen. Uh, kun je? Voordat we daar dieper op ingaan, eerst even met me terug naar uh, de geschiedenis. En even kijken naar hoe Amerika eigenlijk in die machtige positie terechtgekomen is als, uh, als de dollar ja. met de dollar als wereldreservemunt. Ja, dan gaan we nu even over op de geschiedenisles. En in de, als je de, de, de mondiale economie bekijkt vanuit een uh, geschiedkundig oogpunt, dan zie je eigenlijk dat elke 70, 80 jaar een grote nieuwe leidende macht komt, komt er een nieuwe wereldmunt. We hebben ooit de Gouden Eeuw gehad, we hebben het Britse Romeinse euh, Britse Rijk gehad. We hebben daarna het Amerikaanse Rijk gekregen, zitten we nog steeds in. Nou, dat Amerikaanse Rijk, dat is trouwens wel interessant. Amerika was al in 1870 een grotere economie aan het worden dan de Britten. En toch duurde het nog 70 jaar voordat Amerika in staat was haar dollar als wereldreservemunt te positioneren. Dat gebeurde in Bretton Wood's conferentie 1944 aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen Amerika natuurlijk de oorlog had gewonnen. En nu zijn we bijna 80 jaar later, en dat is historisch gezien heel interessant, omdat je gemiddeld tussen de 70 en 90 jaar elke 70 tot 90 jaar zie je eigenlijk een nieuwe leider opstaan in de wereld. Die gaat proberen die leidende positie om te zetten in financieel-economische macht. En China heeft heel goed door dat zij nu de leidende positie over kunnen gaan nemen. China doet dat eigenlijk heel beheerst, vind ik. Die probeert niks af te dwingen, is geen oorlog aan het voeren. Ja, maar Hongkong dan zal je misschien zeggen. Nou, Hongkong is altijd onderdeel van China geweest. Amerika zou ook niet hebben geaccepteerd dat Manhattan bijvoorbeeld nog steeds in Franse of Engelse handen zou zijn. Dat wil je weer bij je land voegen. Hetzelfde geldt voor Taiwan. We hebben geen ambassadeurs in Taiwan als EU, omdat wij Taiwan nou, nooit als onafhankelijk land hebben herkend. Het is een afvallige provincie van China. En China zal niet wachten tot die. Uh, afvallige provincie gewoon weer bij het land hoort. Maar China is niet in geïnteresseerd om oorlogen te gaan voeren. China is er niet in geïnteresseerd om net als uh, Rusland een uh, land als Oekraïne uh, onder controle te krijgen. Zo zit China simpelweg niet in elkaar. En toch wordt dat beeld gecreëerd dat China de grote vijand is. Maar het is wel duidelijk dat China wil dat ze wordt erkend als een leidende macht, als een leidende economie, waarbij op zijn minst meegesproken moet worden over hoe de toekomst van ons monetair systeem eruit gaat zien. Helder. Dus eigenlijk komen we hier aan bij de introductie van, van de BRICS. Uh, je hebt het nu nog over China, maar de BRICS is nog wel iets groter uh, dan dat. Um, kun je ons een klein beetje meenemen in, in wat de BRICS is, waar ze voor staan? Uh, uh, wat hun doelen zijn de komende periode? Ja, de BRICS is eigenlijk een beetje bij toeval ontstaan. Hè? Er was een analist van Goldman Sachs die twintig jaar geleden de opkomende economieën Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika beschreven en zei: "Nou, laten we de eerste letters van die landen nemen, en dan hebben we de BRICS groep landen van opkomende economieën en op een gegeven moment zijn die landen met elkaar gaan praten en is dat BRICS eigenlijk een soort officiële, ja, semi-officiële organisatie geworden, maar China heeft heel goed begrepen dat zij de leider van die BRICS-alliantie kan zijn. Al is het maar omdat ze de grootste economie hebben. India is natuurlijk ook een enorm groot land, maar loopt economisch toch wel een stuk achter. Uh, op China. En China heeft bijvoorbeeld heel hard gewerkt. En president Xi is, wat dat betreft, toch wel een leider met visie. En die is zo'n tien jaar geleden aan de macht gekomen. En die is tien jaar geleden begonnen met een veel meer uh, naar buitenland. Uh, 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 veel, veel meer een beleid om eigenlijk China in de wereld klaar te maken als, als de nieuwe leiders. Met die Belt and Road in, initiatieven gekomen, is veel gaan eh, investeren in buitenlandse landen en buitenlandse projecten. En heeft bijvoorbeeld ook de New Development Bank opgezet. De meeste mensen kennen die bank niet, die zit in Shanghai. En dat noemen we eigenlijk nu de BRICS-bank. En vanuit die BRICS-bank proberen ze allerlei. Projecten te financieren. En wat interessant is, de president van die BRICS-bank in Shanghai, dat is mevrouw Rousseff en dat is de voormalige Braziliaanse eh, president. Dus je ziet dat China eigenlijk die lijnde positie heeft, wel andere landen om zich heen verenigt en eigenlijk probeert vanuit die BRICS een soort tegenmacht te vormen, waarbij ze gezamenlijk het toch op kunnen nemen tegen Amerika. Niet zozeer tegen het Westen, maar tegen het, het oneerlijke Amerikaanse dollarsysteem. En uh, ik, zal, ik zal niet te lang uitweiden, maar als je bijvoorbeeld kijkt um, hoe het systeem is opgezet door Amerika eind jaren 40 met het IMF en de Wereldbank. De stemverhouding in het IMF, een land als België, had altijd veel meer stemrecht dan een land als Brazilië. Uh, begrijpelijk misschien vanuit Amerikaans oogpunt eind jaren 40, maar niet langer meer te handhaven. En er is dus een hele logische tegenreactie vanuit die BRICS-landen, die zeggen: van ja, jullie in het Westen, jullie kunnen niet langer bepalen hoe het spel wordt gespeeld. En springt de BRICS of misschien wel China in het bijzonder dan nu ook in een gat? Uh, kijkend naar, uh, jij zegt altijd het, het Amerikaanse systeem is stuk. Um, we hebben natuurlijk heel lang de petrodollar als leidende munt gehad om uh, grondstoffen in af te uh, rekenen, in ieder geval uh, olie. En um, we zien dat dat nu een beetje aan het verschuiven is. I is dat een gat waar waar China nu inspringt, of doen ze hier iets wat heel bijzonder is? Nou, kijk, toen ik in China was, omdat de Big Reset daar werd gelanceerd voor Chinese editie, werd me gevraagd een presentatie over te geven. bij een monetaire denktank in Peking. En toen vroeg ik een professor die me begeleidde. wat een goede titel zou zijn voor mijn presentatie. En toen noemde hij een hele rare titel in mijn ogen, maar toen zei hij, after waiting for 44 years, en toen dacht ik, wat een rare titel, wat begrijpt, wat bedoelt die man? En toen legde hij me uit, het was 2015, dat het 44 jaar was na 1971. En wat gebeurde er in 1971? Toen werd door president Nixon de dollar van de goudstandaard afgehaald. Dus de dollar was altijd as good as gold, dat had Amerika moeten beloven in 1944 tijdens de Bretton Woods-conferentie. Dus overtollige dollars mochten altijd omgeruild worden voor goud. Nou, in het jaar 60 raakte Amerika de helft van een goudvoorraad kwijt, omdat landen overtollige dollars inderdaad kwamen inruilen. Nederland heeft dat ook gedaan. Daardoor kwamen wij aan die enorme goudvoorraad van 1600 ton, wat we in het jaar 70 hadden. En toen in 1971 heeft Nixon dus die dollar goudkoppeling eraf gehaald. Uh, die dollar werd ontkoppeld omdat Amerika bang was dat ze al haar goudvoorraden uh, zou kwijtraken. Vanaf dat moment was de dollar dus een zwevende valuta, wat de gek ervoor geeft. Er ontstond een dollarpaniek. En om die dollar weer te, ja, te stutten is die petrodollar deal bedacht, waarbij de Saudi's beloofden dat olie altijd alleen maar zou worden afgerekend in dollars. Nou, dat is Saudi-Arabië dus, uh, ja. heeft dat uh, toen met Amerika afgesloten, afgesproken. Ja. En wat je nu ziet, het afgelopen jaar, is dat Saudi-Arabië uh, is eigenlijk uh, um, van die petrodollar deal uh, ja, afgestapt, eenzijdig, en levert nu ook olie aan China. Uh, en die kan China met de eigen munt betalen. En dat is heel belangrijk, want Amerika is nu is haar grootste bondgenoot kwijt in het Midden-Oosten. En um, daarmee staat die hele petrodollar deal op losse schroeven. Daarmee staat de waarde van de dollar uh, eigenlijk op losse schroeven. En je ziet ook dat Saudi-Arabië, net als China, net als Rusland, is gestopt met het investeren in Amerikaanse staatsobligaties. Dus ze helpen niet meer mee met het financieren van de Amerikaanse tekorten. En als je dat doet, dan word je voor Amerika een vijand. Dan ben je een financieel-economische vijand. En je ziet dus ook dat er is een strijd tegen Rusland, er is een strijd tegen China, en er is nu ook Denk een strijd op komst vanuit Amerika zelfs tegen Saudi-Arabië. En Saudi-Arabië flirt weer met Poetin. En dit zijn allemaal schuivende panelen die je dus maar één keer in de 50 tot ja, misschien wel 80 jaar ziet. En het is niet toevallig dat president Xi, toen hij op bezoek was bij Poetin een aantal maanden geleden in Moskou, uh, werd gefilmd toen hij wegging uh, uit het Kremlin. En dat Xi tegen uh, Poetin zei, we staan aan de vooravond van veranderingen die je maar één keer in de 100 jaar ziet. Ja. Ja, en uh, terwijl jij dit, uh, dit allemaal uh, met ons deelt uh, willen, merk ik dat er honderd verschillende vragen in mijn hoofd opkomen. Uh, deze periode is ongelooflijk bijzonder. En uh, ik denk dat er uh, nog niet heel veel mensen zijn die dat, uh, die dat nu op dit moment zien. En misschien naar het kijken van, uh, van deze video wel. Ik merk ook dat uh, vaak wanneer ik een uh, Madelon praat opneem, dan zit ik op een iets kleiner uh, niveau. Maar ik raad om maar door in de video's die duren langer en langer en langer en ik merk ja. ook dat dat jij daar oh. heel heel goed in ik heb bent op dit moment. ook last <laughs> van. Ja precies. Ja. Uh, even terug naar, uh, naar, naar dit verhaal want jij zegt net uh, ja ik, ik zie en uh, Poetin die uh, die hebben dit expres naar buiten uh, gebracht een andere uh, quote die ik interessant vond was het feit dat uh, Lula van uh, Brazilië president dat hij uh, aangaf dat er uh, toch wel iets van een de-dollarisatie aankomt. Uh, ligt dat in dezelfde lijn? Zit daar een strategische gedachte achter... dat ze dit zo naar buiten publiceren? Nou ja, wat ik al eerder zei... is dat je gemiddeld elke 80 jaar krijgt een nieuwe wereldmunt. Uh, een wereldreservemunt. Uh, de dollar is nu bijna 80 jaar onze wereldreservemunt. In 2024 kunnen we dat feestje vieren. We weten dus uit de historie... dat je eigenlijk altijd een nieuwe leider krijgt... In de wereld, een nieuwe financieel-economische leider, ook een nieuwe geopolitieke leider. En dat die overgang vaak met spanningen en zelfs oorlog gepaard gaat. En uh, je ziet dat nu gebeuren. En vergeet niet dat Lula, uh, de president van, uh, van, van Brazilië, die, die weet dit ook, die heeft ook zijn huiswerk gedaan. Maar vroeger waren landen altijd erg voorzichtig om zich uit te spreken tegen Amerika, want voordat je wist, had je een regime change aan je broek hangen. Maar nu binnen de BRICS voelen ze zich veilig om zich verenigd eigenlijk uit te spreken tegen Amerika. Eigenlijk tegen Amerika te zeggen dat Amerika in uh, reservetijd speelt. En ze durven zich openlijk van de dollar af te keren, omdat ze weten dat China uh, eigenlijk als grote vriend klaar staat om. Ze financieel te steunen. Kijk naar Argentinië. Argentinië is vreselijk in de steek gelaten door het door Amerika gedomineerde IMF. Het is een failliet land geworden. En China begint nu allerlei financieringen van de Chinezen te krijgen. En een land als Argentinië is heel rijk aan grondstoffen. En je ziet dus allerlei bewegingen waarbij landen die vroeger te veel afhankelijk waren van Amerika. nu China als grootste handelspartner hebben en zich dus sterk voelen om zich los te maken. Uh, in politieke zin, in financieel-economische zin van, van, van Amerika en van het Westen. En dat is ongelooflijk uh, belangrijk. En het belangrijkste voorbeeld daarvan, om het aan te geven, die trend, is dat er 140 landen zijn in deze wereld die niet meedoen met de westerse sancties tegen Rusland. Niet omdat ze Poetin geweldig vinden, niet omdat ze die inval steunen, maar puur omdat ze vinden dat er een einde moet komen aan de Western double standards. We hadden ook geen sancties tegen Amerika toen Amerika Irak of Afghanistan binnenviel. Jij zegt nu, uh, Willem, deze landen die uh, communiceren verenigd. Maar wat mij opgevallen is, is dat er vanuit uh, Rusland onlangs een. Uh, toch wel belangrijk bericht naar buiten kwam dat er mogelijk een nieuwe BRICS-munt aanstaande zou zijn en dat er een koppeling met goud zou kunnen zijn. En jij zat daar gelijk bovenop. Het viel me ook op dat dit bericht, ik kon het vanuit mijn Twitter-account zonder VPN-provider niet bekijken. Het was dus geblokkeerd voor, ja. de, nou ja, voor Europa, voor het Westen. Uh, met VPN kon ik de video wel zien. En jij was de eerste die dit binnen, nou ja, in ieder geval mijn netwerk deelde. En het viel me op dat de commotie hieromtrend heel, nou, mild was. Het stond niet groot in de krant. Uh, uh, nee. Hoe kijk jij naar deze uh, uitspatting vanuit ja, Rusland? Het was eigenlijk een tweet die uit de Russische ambassade in Kenia kwam. Uh, dus het was een goede bron, een betrouwbare bron, ja. een ambassade. Um, die tweet werd vervolgens door Russia Today, de, de Russische CNN, uh, gebruikt om een groot verhaal over te maken dat uh, de BRICS uh, een goldback currency aan het, uh, aan het voorbereiden was, die eventueel tijdens de BRICS-conferentie in augustus in Johannesburg al gepresenteerd zou worden. Uh, en wat er toen gebeurde was heel interessant, want uh, China liet zich eigenlijk niet over uit, India zei dat dat niet ging gebeuren. En daarmee is eigenlijk uh, dat nieuws heel snel weer verdwenen. Wat heel interessant was, op de dag dat dit nieuws brak... en ik inderdaad op internet een beetje hielp om dat te verspreiden... begon de dollar sterk te dalen. Echt uh, zo ongeveer op de minuut dat, dat dit viral ging. En toen is de dollar twee, drie dagen gedaald. Toen kwam de ontkenning uit India. En toen doofde dit uh, kaarsje eigenlijk zich uit... En toen begon de dollar ook weer te herstellen. Dat heeft me heel erg toe gefascineerd. En wat je eigenlijk um, nu achteraf kan analyseren. is dat toen Amerika Bretton Woods, in Bretton Woods met het voorstel kwam. om de dollar als wereldmunt te gebruiken. waren er ook landen die zeiden: vinden we niet een goed idee. Frankrijk ja. was er tegen. Frankrijk eiste dat de dollar goud gedekt zou worden. Is uiteindelijk gebeurd. Uh, de communistische landen waren ook uitgenodigd in uh, Bretton Woods. Rusland was er met vertegenwoordiging, China was er met vertegenwoordiging, maar kozen ervoor niet mee te doen aan het Bretton Woods-systeem. Dus wat kan je eruit concluderen? Dat als uh, een nieuw systeem wordt opgebouwd, zijn er altijd leidende landen. Er zijn landen met een bepaalde visie, andere landen delen die visie of delen het niet helemaal. Er zijn landen die er wel aan mee willen doen. Er zijn landen die er niet aan mee willen doen. Dat is een heel normaal geboorteproces van een nieuw systeem. Alleen wat zie je in de westerse media? Die zeggen van, kijk, India wil er niet aan meedoen. Dus de BRICS is niks. Maar dat is een verkeerde conclusie. Het betekent dat er groeistuipen zijn in die nieuwe organisatie. En we doen onszelf tekort. We schieten onszelf in het Westen in de voet door te doen alsof we daarom de BRICS-revolutie niet ja. serieus kunnen nemen. Nou, ik neem het zo serieus dat ik inmiddels een nieuw boek erover aan het schrijven ben. Want volgens mij is dit de allergrootste ontwikkeling van de afgelopen jaren. Voordat we doorgaan met dit interview wil ik eerst even onze partner voor vandaag bedanken. Dat is namelijk de wereldwijde marktleider in VPN-diensten, NordVPN. En voor degene die zich nu afvragen, wat is een VPN... VPN staat voor Virtual Private Network. En met een VPN kan je je internetverkeer versleutelen en wordt je IP-adres verborgen voor derden. En nu vraag je je mogelijk af: Waarom is dit nou zo belangrijk? Nou, zonder VPN is de verbinding tussen jouw computer en een website vatbaar voor hacks. Als je dus vaak, net zoals ik, gebruik maakt van openbare wifi's, bijvoorbeeld in een café of misschien op een luchthaven, dan loop je dus extra risico. En wist je dat je IP-adres gekoppeld kan worden aan jouw locatie? Door gebruik te maken van een VPN-service wordt je IP-adres afgeschermd voor websites die je bezoekt. En hierdoor kan jouw locatie dus ook niet worden achterhaald. In mijn optiek is dit dus eigenlijk een must-have voor iedereen. Die zijn financiële zaken regeld via wifi, zoals bijvoorbeeld online shoppen of bankieren of het beheren van je beleggingen. Heb jij online privacy en veiligheid dan ook hoog in het vaandel staan? Dan mag ik je als kijker van deze serie vier maanden gratis toegang aanbieden tot deze service bij een tweejarig abonnement, waar je zowel op je desktop als op je smartphone gebruik van kan maken. En ben je nou? Toch niet tevreden, dan kan je binnen 30 dagen dit aangeven en krijg je gewoon je geld terug. Klik op de link hieronder in de beschrijving van deze video of podcast of ga naar madalonwolvesnl noordvpn om gebruik te maken van dit tijdelijke aanbod. En daarnaast steun je natuurlijk ook gewoon deze serie en dat waarderen wij enorm. Bedankt richting NoordVPN voor het mede mogelijk maken van Madelon Navigeert. En laten we nu snel verder gaan met de aflevering. Ja, dus jij zegt eigenlijk ze zijn misschien nog niet zo verenigd als dat het voor de bühne lijkt. Maar onderschat ze niet, want dit is een major trend. En dit kan een enorme trendomkeer. Dat we met z'n allen over 10, 20, 30 jaar terugkijken. Naar weet je nog dat moment dat de BRICS in het leven geroepen ja. is. En dat die hele trend uh, zich gaat. Ja, nog was. Sterker, en, nog, nee, nog ja? sterker. Het gaat er niet om of er een goudgedekte BRICS-munt komt, uiteindelijk. Het ja. gaat erom dat de BRICS nu al laat zien. Dat ze een parallele economische zeg maar, handelswerkelijkheid creëren, waarbij landen bilateraal gaan handelen. Zonder de dollarstructuren te gebruiken. De Brics landen laten nu al zien dat ze niet meer in Amerikaanse staatsobligaties willen investeren. Dan zit je aan het hart. Dan ben je bezig het hart van het huidige model aan te vallen. Want het huidige model is het dollarmodel. Het huidige model is dat de rest van de wereld overtollig spaargeld recycelt via staatsobligaties. Daarom heeft Amerika een staatsschuld kunnen opbouwen van 33.000 miljard. En dat loopt nu dus fout. En als je dat niet in wil zien, be my guest. Maar dan negeer je de werkelijkheid. Ja. Over één uh, onderwerp zijn ze dus dan in ieder geval wel heel duidelijk eens. En dat is die de-dollarisatie. Er moet een einde komen aan die dollar als wereldmunt. Dat zie je zowel vanuit uh, Brazilië voorbij komen als vanuit China... als uh, vanuit de andere landen die hier een, uh, een rol in spelen. Uh, wat mij dan wel opvalt is dat China hierin dus het voortouw neemt. En dan zou je zeggen, hè, de, de yuan zou dan uh, als eerste in de rij staan... om mogelijk die positie over te nemen. Maar China staat er op dit moment niet heel lekker voor... kijkend naar de vastgoedmarkt die in enorme problemen... Uh, gekomen is uh, als we het hebben over Country Garden, als we het hebben over Evergrande, uh, ook het schaduwbankierwezen in, in uh, China staat enigszins onder druk. Uh, hoe, hoe kijk je daar dan naar? Want je moet een sterke economie hebben om een nieuwe wereldmunt in het leven te kunnen roepen. Juist door die economische problemen is er volgens mij bij China nu een enorme urgentie om juist wel de BRICS ja, succesvol in te gaan zetten. Om haar eigen munt te kunnen gebruiken om internationale handel mee te betalen. Kijk, en Amerika was wel sterk aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, maar Europa lag in puin. En Europa was een centraal onderdeel van dat Amerikaanse dollarsysteem, van dat Bretton Woods systeem. En Europa moest ook worden geholpen. Dus het feit dat je economisch niet zo sterk bent, maakt het misschien zelfs wel belangrijker dat je ervoor gaat zorgen dat er dus een nieuwe. Financieel, economische en monetaire situatie komt die in jouw voordeel is. Want vergeet niet, China is nu grondstoffen aan het kopen door haar eigen valuta in te zetten. En dat betekent dat China precies hetzelfde doet als wat Amerika heeft grootgemaakt: Amerika kon als enige die dollars gratis drukken, de rest van de wereld moest ze lenen. Uh, bij Amerika of moest die dollars kopen om grondstoffen mee te kopen. China is nu in staat om haar eigen munt uit het niets te creëren en daarmee dure grondstoffen en andere goederen te kopen. En ze kan in haar eigen munt betalen. Als je dat tot een succes weet te maken, als je dat groot weet te maken, ben je de nieuwe leider van de wereld. En dat gevecht vindt nu plaats. En Amerika vindt het natuurlijk vreselijk dat die macht wordt bedreigd. Amerika vindt het vreselijk dat ze dat als enige het voorrecht kwijtraken... dat ze hun munt konden gebruiken, dat iedereen daarin wilde investeren... en dat zij die uit het niets konden creëren. Daardoor is die staatsschuld opgelopen tot 33.000 miljard. Dat loopt nu mogelijk in de toekomst fout. En daarom is dit een existentiële bedreiging voor Amerika. En daar wil Amerika hier zelfs oorlog over gaan voeren. Amerika leest de oude geopolitieke... Uh, uh, ja, wijze uh, Amerikanen maar na. Uh, zoals Brezhinsky, die hebben altijd gezegd, uh, Wolfowitz heeft het ook altijd gezegd, dat dus de Wolfwitz-doctrine, Amerika mag niet accepteren dat er een land op staat die die hegemonie, die die voorrangspositie van Amerika kan bedreigen. Hier zijn uh, twee belangrijke dingen die jij zegt. Uh, want ik merk dat als je, als je vertelt dat de dollar niet bedreigd mag worden, dat als er dus wel een bedreiging zou ontstaan, dat, dat Amerika tot uh, uh, behoorlijke woede zou kunnen drijven. Uh, schets je daarmee dan tegelijkertijd het scenario dat er mogelijk een, uh, niet alleen een economische oorlog, maar misschien zelfs wel een, een fysieke oorlog zou kunnen ontstaan? Begrijp ik dat goed hier? We hebben We hebben een fysieke oorlog en die is de Oekraïne. En als je de achtergrond van de Oekraïne goed bestudeert, Nogmaals, lees het boek van Brzezinski, de oude veiligheidschef van president Carter. Die schreef in de Grand Chessboard al tientallen jaren geleden: de grote prijs ligt in de Oekraïne. Degene wie de Oekraïne controleert, controleert Europa, controleert het Euro-Aziatisch continent en er wonen vier tot vijf miljard mensen. En als daar geen problemen zijn en die leven in voorspoed en in vrede met elkaar samen, dan is Amerika een eiland in de oceaan met 300 miljoen mensen. Dus Amerika's geopolitieke beleid is altijd geweest om ervoor te zorgen dat er onrust is op het Euro-Aziatisch continent. Het zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Brzezinski. Het zijn de woorden van Wolfowitz. Maar mensen zijn, de meeste mensen zijn niet geïntro, geïnt, geïnteresseerd in de. Ja, de geopolitieke geschiedenis. En mensen die dat wel weten, en op YouTube kan je voldoende filmpjes vinden van professoren die dit ook weten. Dan is het niet raar dat Amerika een conflict heeft gezocht en gevonden in de Oekraïne. Want het is niet begonnen met de, met de inval van Rusland in de Oekraïne. Het is begonnen met de Maidan-revolutie. Het is begonnen met het oprukken van de NATO naar het oosten. Amerika heeft 5 miljard geïnvesteerd. Uh, Victoria Nuland uh, zegt het in een filmpje wat je op, nu, op uh, YouTube gewoon terug kan kijken. Amerika heeft 5 miljard dollar geïnvesteerd. om de Maidan-revolutie uh, Maidan van 2013-14 te laten slagen. En Poetin moest wel optreden op een gegeven moment daartegen. Hè. Maar wij willen in dat Westen willen we die feiten niet onder ogen zien. doen alsof Poetin de vredeagressor is, uh, die zich inderdaad als een vredeagressor gedraagt. Maar als je de geschiedenis bestudeert, snap je waarom hij is gaan doen wat hij heeft gedaan. En heeft daar jarenlang voor gewaarschuwd dat hij op een gegeven moment niet anders meer zou kunnen als militair in te grijpen. Dus dit conflict tussen het Westen en het Oosten is al een militair conflict. Alleen nog een beperkte. Ja, het speelt zich af in Oekraïne. En dit is een belangrijke factor in het gehele. Een schouwspel wat zich afspeelt op het wereldtoneel, begrijp ik hieruit? Nou ja, ik heb de financieel-economische strijd, dat is al bijna een soort derde wereldoorlog, omdat je 140 landen hebt die niet meedoen aan de westerse sancties. De westerse sancties, dat is een financieel-economische oorlog tegen Rusland. Dus 140 landen, alle landen in Midden-Amerika, alle landen in Zuid-Amerika, alle landen in Afrika, alle landen in het Midden-Oosten en bijna alle landen in Azië, doen niet mee aan onze financieel-economische strijd tegen Rusland. Nou, dan kan je in mijn ogen spreken van een financieel-economische wereldoorlog, want er zijn twee kampen die tegenover elkaar staan. De geallieerde landen wonen anderhalf miljard mensen, die sancties hebben tegen Rusland, en er zijn 140 landen, en er wonen 6 miljard mensen, die doen niet mee aan die sancties, en die staan dus diametraal tegenover elkaar, en dat is een botsing dus van twee grote ja, culturen bijna, van twee grote kampen. Eén het dollarkamp, en eigenlijk het andere is het anti-dollarkamp geworden. En uh, dat is volgens mij de allerbelangrijkste strijd die er nu wordt gestreden. En we staan nog maar aan het begin van die strijd, in mijn ogen. Ja, ja en, en als je dit zo hoort, dan, dan begrijp je dat er ongelooflijk veel dingen samenkomen in deze. Je hebt een enorme helikopterview nodig om te begrijpen wat er zich afspeelt, zowel geopolitiek, macro-economisch, monetair, en dat dat allemaal samenvalt. We gaan het zo meteen uitgebreid ook nog hebben over wat dit dan betekent voor goud en uh, hoe je hier vanuit de perspectief van een belegger naar kijkt. Maar ik ben nog eventjes uh, benieuwd. Ik heb ondertussen even kort met je, met je meegeschreven, want er zijn zoveel belangrijke punten die je aanhaalt. En een van de dingen die mij, uh, die mij opvallen is dat jij aangeeft van nou juist omdat China er wat minder krachtig voor staat, is de noodzaak dat zij nu uh, hun eigen munt uh, neer gaan zetten als zijn de nieuwe wereldmunt. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar nog enigszins mijn twijfels over heb. Je hebt gewoon een zwakke munt uh, of een sterke munt nodig om een, een rol van een wereldmunt over te nemen. Maar een ander punt waarvan je wel zou kunnen zeggen dat de BRICS-alliantie heel krachtig is: is het feit dat uh, de grondstoffen uh, voornamelijk bij de BRICS-landen liggen. En dat vanuit dat perspectief er een enorme druk uitgeoefend kan worden. Hoe, hoe zie jij dat, Willem? Nou, dat, dat wilde ik net zeggen. In reactie op jouw uh, sceptisch. of China wel in zou kunnen slagen. een leidende wereldmunt uh, te worden. Uh, ik wilde eigenlijk meteen inspringen en zeggen. Ja, maar stel dat China gaat samenwerken. met de belangrijkste andere BRICS-landen. en een gezamenlijke BRICS-munt uh, gaat. Uh, Lanceren, al dan niet goud gedekt. En het is niet toevallig dat precies dat onderwerp door de Russen is uitgelekt. En de Russen hebben dat laten uitlekken omdat ze daar duidelijk mee bezig zijn, dat ze dat duidelijk willen. Alleen, wat ik al zei, de opbouw van een nieuw rijk, dat heeft tijd nodig. Dat, dat, dat gaat vaak om tientallen jaren. Ik noemde het voorbeeld al van Amerika, die in 1870 de grootste. Um, economie al had, maar 70 jaar lang moest wachten tot de dollar de wereldmunt werd. Nou, China is nu zeg maar de grootste economie aan het worden. He, in, in, in purchasing power is dat al de grootste economie, maar heeft misschien nog tientallen jaren nodig om in feite die leidende positie financieel-economisch te krijgen. Maar China is er nu al in staat toe gebleken om Saoedi-Arabië los te weken van Amerika. En um, Soed-Arabië levert nu gewoon olie aan China. En China mag in de eigen currency uh, afrekenen. Hetzelfde ja. zien we tussen Rusland en India ontstaan. Dus verwacht niet dat alles in 12 tot 24 maanden geregeld wordt. Hou er rekening mee dat dit 1, 2 decennia gaat duren voordat dit allemaal uitgespeeld is. En Amerika weet dat ook heel goed. En Amerika weet volgens mij ook dat als ze in actie willen komen. Om China te stoppen, dat ze dat dan ergens de komende jaren zullen moeten doen, omdat China nu elk jaar sterker aan het worden is, ook in militair opzicht. En nog een heel belangrijk teken. Amerika had altijd bondgenoten in het Midden-Oosten. Amerikaanse vloot uh, legde altijd aan in Dubai. Er uh, was altijd vrienden met Saudi-Arabië. Amerika financierde en leverde alle wapens voor Saudi-Arabië. En Saudi-Arabië heeft net besloten om samen met de Verenigde Arabische Emiraten. Samen met vijand Iran, vijand van saudi arabië maar zeker van Amerika, en met Oman, nu een, uh, uh, nu een gezamenlijke uh, navy, een gezamenlijke marine, macht te vormen die in de golf uh, ja, gaat patrouilleren. Dus Amerika heeft eigenlijk niets meer te vertellen in de golf. En daar wordt, wat is het, 70% van alle olie door getransporteerd. Dus je ziet al dat die grote veranderingen al bezig zijn zich te voltrekken. Uh, maar ja. ik ben het een beetje eens, het kan misschien lang duren voordat China in staat is om een wereldmunt uh, in, 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 zeg maar, uh, uit te rollen. Maar voorlopig kunnen we wel een soort parallel systeem verwachten. Je houdt een dollar systeem in het westen, een parallel systeem in het oosten. Ja, dus die kracht van de dollar die wordt wel steeds zwakker. Uh, het is ook niet voor niks dat je al een lange periode roept dat het Amerikaanse systeem niet helemaal lekker loopt. Misschien zelfs wel stuk is. Um, als we daar nog een klein stukje verder op doorgaan en dan wat meer het, het macro-economische uh, gedeelte in deze eruit halen, dan zie je dat die macht van die BRICS-landen ook een effect heeft op de prijzen van grondstoffen, die al dusdanig schaars zijn. We hadden het uh, net in het begin even kort over de inflatie, die we nou ja, toch wel enigszins omlaag hebben zien lopen ten opzichte van die enorme piek die we hebben gezien. Maar als ik dit zo hoor, dan heeft die BRICS ook een behoorlijke invloed op die grondstofprijzenstakjes. Ik zag uh, toevallig uh, een, een periode geleden. Uh, een een bericht vanuit Rusland voorbijkomen... waarin er werd gesproken over brandstof... die niet zomaar geëxporteerd meer zou gaan worden... en kon alleen naar bondgenoten van uh, uh, Rusland. Dat betekent dat we in het Westen mogelijk opnieuw... last zullen krijgen van een schaarste aan grondstoffen. Uh, zie jij dat net zo, Willem? Nou ja, nu krijg je natuurlijk een onderwerp... Een raak van een onderwerp wat mij natuurlijk uitermate interesseert. Uh, ik ben gestopt in de journalistiek. Uh, ik ben gestopt met alles wat ik deed... Om een grondstoffenfonds te runnen, omdat ik ervan overtuigd was dat grondstoffen veel te laag gewaardeerd waren, dat grondstoffen schaars zouden worden, dat grondstoffen geopolitiek van belang waren, dat grondstoffen en met name goud de anti-dollar zijn, dus alles waar ik al twintig jaar over publiceer. Als ik als belegger naar keek, dacht ik, ik zou een grotere positie in grondstoffen moeten hebben. En als we nou eens kijken naar wat andere mensen hierover zeggen. Zoltan Poza, jij kent zijn naam, geopolitieke stratege van Credit Suisse, is daar nu weggegaan. Credit Suisse bestaat niet meer, is zijn eigen winkel begonnen. Hij werkte vroeger bij de Federal Reserve en hij schreef twee weken na de Russische inval dat. We are witnessing the birth of Bretton Woods 3.0. We maken de geboorte mee van een nieuw monetair systeem. Hij schreef letterlijk. Uh, dat dit is een monetaire evolutie rondom goud en grondstoffen, wat uit het oosten komt. Dus er is een nieuw systeem in aanbouw door de BRICS-landen. Hij schreef dat eigenlijk al twee jaar geleden. En hij noemt dat dus Bretton Woods 3.0, Bretton Woods uh, 1.0, dat was 1944. Bretton Woods 2.0 was dat dollar-petrodollarsysteem, uh, wat in de jaren zeventig maar, werd geïntroduceerd om de dollar sterk te houden. En hij noemt dit dus het einde van het huidige systeem. En de introductie van een op goud en grondstoffen gebaseerd systeem. En het voorbeeld wat jij noemde, dat klopt. Poetin heeft direct na de inval in de Oekraïne of eigenlijk direct na het afkondigen van onze sancties gezegd: nou ik wil jullie nog wel energie blijven leveren, maar dan moet je in roebels, goud of zelfs in bitcoin betalen. Ja. En vervolgens heeft hij nu gezegd: ik exporteer geen diesel meer. En wat Zoltan Poza ook schreef, en dat vind ik een hele interessante analyse van hem, hij schreef uh, China, de Chinese centrale bank is nu de central bank of all, of all commodities geworden, omdat de Chinese centrale bank de arbitrage kan spelen rondom de Russische grondstoffen. Saudi-Arabië zien we trouwens hetzelfde doen. Saudi-Arabië importeert heel veel olie, goedkope olie uit Rusland, om dat vervolgens aan ons duur uh, door te verkopen. En ik weet niet hoe het met jullie... Energierekening zit. Maar mijn energierekening, zowel in Nederland als in Zwitserland, is verdubbeld. Dus wij betalen allemaal al de prijs daarvoor. En wij worden armer in het Westen. En eh, dat geld dat vloeit toch ja, eh, grotendeels naar de BRICS-landen. Ja, en als we uh, kijken naar, uh, naar Poetin, in deze, die heeft hier een, uh, ja, je zou bijna zeggen, een soort een meesterzet neergelegd. Ge uh, of gedaan, uh, met de focus op de munt die uh, behoorlijk omlaag ging destijds, uh, die in waarde daalde, en waarin hij aangaf: ja, we, we gaan de goudhoeveelheid uh, 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 hierbij betrekken. En we gaan ervoor zorgen dat onze munt uiteindelijk weer opviert. En dat is hem ook nog gelukt, ook. Maar even terugkijkend naar, uh, naar, naar die grondstoffen. Dat is best wel een, een belangrijke factor. Ook voor ons in het, in het Westen, uh, voor Amerika, voor Europa. En volgens mij zijn er behoorlijk wat wereldleiders uh, die dat doorhebben. Waaronder uh, uh, Macron in, uh, in Frankrijk. Ja. Die uh, onlangs aangaf dat hij een uh, nieuw summit in het leven wilde roepen. Hij uh, uh, koos ervoor om alle leiders van de G20 samen te brengen in Parijs. onder het mom van een nieuw Financieel Systeem 2.0. Uiteindelijk kwam daar niet zoveel uit naar voren. althans wat we uh, qua publicaties daarna uh, zagen. Maar het is toch zeer interessant dat het op deze manier teruggekoppeld is. Een, een Financieel Systeem 2.0. Nou ja, en dat is natuurlijk het mooiste bewijs dat wat wij. Eigenlijk al jaren onderling bespreken. Wat tot nu toe werd afgedaan als, ja jongens, dat is vergezocht. Hè. Mijn eerste boek was Als de dollar valt, kwam in 2007 uit. Ja Willem, wat denk je nou? Maar als Macron nu gaat spreken over dat er een nieuwe financiële wereldorde moet komen. Als Macron zichzelf uitnodigt om bij de BRICS-conferentie te worden toegelaten in Zuid-Afrika en vervolgens wordt geweigerd. Als Sarkozy, de oud-president, Frans president, zegt, we hebben Rusland nodig in Europa, dan zie je dat de panelen in Europa toch aan het schuiven zijn. En vergeet niet, de Fransen hebben inmiddels ook al bilaterale deals met China gedaan in yuan, in de Chinese munt, niet in dollars. Uh, de Duitsers hebben inmiddels in Peking gezegd tijdens een officieel bezoek dat Duitsland voor een. Een gedeelde wereld is, waarbij we niet een unipolar world hebben rondom de dollar, waarbij we een multipolar world hebben. Dat er verschillende dus monetaire polen zijn, dat er verschillende monetaire kernen zijn. Dus de Duitsers hebben zich zo uitgelaten, de Fransen hebben zich inmiddels zo uitgelaten. En dat geeft al aan dat wat wij hier bespreken vandaag, dat dit toch op het hoogste niveau hoog op de agenda staat. Alleen ja. onze media. Kiezen erg voor om het te negeren vanuit een misplaatste westerse arrogante houding dat dat allemaal zo vaak niet zal duren. En, en de leiders, de politieke leiders, die, die hebben natuurlijk ook liever niet dat, dat we hier elke dag met z'n allen over praten. Dus ze laten het op hoog diplomatiek niveau wel weten. Maar eh, ze vinden het prima dat onze pers het daar verder niet te veel over heeft. Ja, en ondertussen kun je het wel niet in de pers naar buiten brengen... maar hebben we ook nog de financiële markten... die natuurlijk gewoon laten zien wat er zich afspeelt. Een van de dingen waar je het aan kan zien is, is de Amerikaanse treasurymarkt. We zien ook de olieprijs fors oplopen. Dat is niet voor niks. Jij had het helemaal aan het begin van deze video even kort over de jaren 70. Een periode waarin we enorme inflatie zagen... En er vervolgens fors ingegrepen moest worden door de rente te verhogen en niet zo'n beetje ook veel, vele malen hoger dan wat we tot nu toe gezien hebben. Uh, die inflatiegolf die kwam niet in één keer, maar die kwam in meerdere keren. Is dat een situatie die jij nu opnieuw zou zien? Kijkend naar de oliecrisis van toen in vergelijking met de grondstof, mogelijke grondstofcrisis van nu, die, ons, uh, die er mogelijk op ons afkomt? Nou, als, je, als je kijkt naar grote bewegingen in het systeem, in de economie... of zelfs op de beurs, dan zie je vaak dat er drie grote golven zijn. En We zagen het ook met corona bijvoorbeeld. Hè. We zagen het met de Spaanse griep. We hebben het gezien met de inflatie in de jaren 70. Je hebt vaak een aantal golfbewegingen die elkaar opvolgen. We hebben de eerste grote inflatiegolf nu denk ik net achter de rug. We zijn net over de top heen. De inflatie begint nu te dalen. Ik ben een beetje bang dat er inderdaad nog een tweede... misschien wel sterkere inflatiegolf gaat komen... Um, en, en daarmee uh, op rentegebied zou je dat ook kunnen krijgen, en dat is natuurlijk een enorme bedreiging. Want als je kijkt naar hoeveel schulden er nu zijn in het systeem, je vergelijkt dat met de jaren 70, ja, dan kon je in de jaren 70 kon je de rente nou niet straffeloos volgen tot 20 procent, maar de economie bezweek er niet onder. Ik denk dat als je de rente nu volgt naar 10 procent, dat er heel, heel, heel veel fout gaat. En ja. we zijn dan ook nu aan, op het punt aangekomen... en je merkt dat centrale bankiers zich af beginnen te vragen... wat ze kunnen doen om nu het systeem te stabiliseren. Dus als je weet, zijn er ongelofelijke verliezen... boekhoudkundige verliezen op de centrale bankbalansen... omdat die, inflatie, die uh, obligaties zo in waarde zijn gedaald. En zowel uh, Klaas Knot van de Nederlandse Bank... als een official van de Bundesbank... hebben allebei laten doorschemeren de afgelopen tijd... Dat we goud zouden kunnen revalueren, re dat we de opwaardering van goud kunnen gebruiken om centrale bankbalansen mee te redden. En dat is heel veelzeggend. Maar nog één slotvraag hierover. Dus wat u eigenlijk zegt is: hoe hoger die rente wordt van de Europese Centrale Bank, daar zit u zelf bij. Hoe duurder het voor ons wordt ja, dat klopt. en hoe meer geld eruit gaat. mijn snapt ook iedereen. En hoe groter de kans is dat de Nederlandse belastingbetaler moet bijbetalen. om de balans van de Nederlandse bank. waarvan ik altijd dacht, die is solide, daar kan niks mee misgaan. om daarbij te passen. Dat is een, dat een nieuw verhaal. Dat kent de balans niet. van de Nederlandse bank is solide. We hebben namelijk ook nog een goudvoorraad. We hebben ook nog een herwaarderingsreserve op het goud van meer dan 20 ja. miljard, die we niet mee mogen tellen voor ja, ja. het eigen vermogen. Maar die staat. Maar die er. wilt u niet verkopen? Natuurlijk wel. Nee, we, dat gaan we zeker niet doen. En zoals je misschien weet ben ik aangesloten bij de Omviv in Londen, hè, een monetaire denktank. En ik kreeg van uh, de Omviv het verzoek of ik een stuk wilde schrijven over hoe de revaluatie re van goud de bankbalansen kan helpen. Nou, vroeger probeerde ik ik de wereld daarvoor te waarschuwen, dat je een goudrevaluatie zou kunnen verwachten, is onderdeel van de big reset, en nu ja, horen we het terug van de centrale bankiers. En dat geeft al aan dat centrale bankiers beseffen dat ze binnenkort misschien zullen moeten grijpen naar een aantal nog meer uh, onorthodoxe maatregelen om het systeem te stabiliseren. Ik vind, het, uh, ik vind het mooi om te horen, Willem, dat je constant net een stapje voor mij uit uh, loopt. De vragen die ik uh, wil gaan stellen. Ik ben eerst nog heel even benieuwd voordat we naar goud gaan, je, je favoriete onderwerp. Uh, de, de obligatiemarkt in Amerika uh, is één factor naast uh, een tal van andere factoren. Uh, waarbij we zien dat de uh, rente op de obligaties voor zijn toenemen is. En belangrijk in deze is dat Amerika. Een, Enorme staatsschuld heeft. En uh, als je het spreekt over een revaluatie, re dan hè, is daar een, een interessante connectie. Ook als we kijken naar de balansen van de centrale banken. Uh, kun je ons heel even meenemen in, in richting de staatsschuld van Amerika. en ook richting die, die treasury-markt die eigenlijk aan het imploderen is voordat we richting goud gaan? Nou ja, Amerika heeft natuurlijk sowieso een probleem. omdat ze haar tekorten op de begroting. en die zijn echt groot, uh, financiert door extra staatsobligaties te verkopen. We weten al dat grote landen zoals China, Saudi-Arabië en Rusland kopen geen staatsobligaties meer kopen. Ze zijn er al tien jaar geleden mee gestopt. Saudi-Arabië is er in 2020 mee gestopt. Dus Amerika moet steeds nieuwe kopers daarvoor vinden. Nou, het optrekken van de rente helpt daar natuurlijk bij. Je krijgt nu een interessante rente op die staatsobligaties. Dus institutionele beleggers zullen graag staatsobligaties kopen. Maar we hebben natuurlijk al een aantal malen gezien dat we QE nodig hebben, quantitative easing nodig hebben. Is in feite de centrale bank die de geld kan aanzetten, omdat anders de tekorten niet meer te financieren zijn. En ik denk dat we toch weer bij een punt kunnen komen, omdat Amerika zoveel staatsobligaties in de markt moet zetten, dat op een gegeven moment de eigen centrale bank daarbij moet gaan helpen. We hebben eigenlijk ook al een steunoperatie gezien naar de regionale Amerikaanse banken, waarbij de Federal Reserve weer in moest springen. Dus we lopen een beetje van crisis naar crisis. En uh, het wordt uh, heel interessant om te zien wat er gaat gebeuren rondom die extreme Amerikaanse staatsschuld. die maar blijft stijgen, steeds sneller stijgt. Um, het doet mij denken aan de allereerste fase van de Weimar-republiek. Niet de hyperinflatie van de jaren 21, 22, maar wat er gebeurde in 2019, uh, 2020. Um, um, uh, ik, bedoel, ik bedoel natuurlijk negen, uh, 1920, 19. uh, 1919. Ja, ja. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Toen de Weimar-republiek een financieringsprobleem had. En steeds meer geld uit het niets moest creëren. Nou, dat wordt een groot uh, probleem. En de goudmarkt voelt dat natuurlijk. Goud is de anti-dollar. Uh, als goud uit het niets wordt gecreëerd. en we een enorme debasement of currency meemaken. Dus als we over hoge inflatie praten. Gaat weer in feite over een hoge geldontwaarding, dat moeten we niet vergeten. Als we een hoge geldontwaarding zien, dan zie je dat mensen naar goud toe vluchten. En dat zie je particulieren doen, dat zie je ook landen nu doen. Landen als Hongarije, Tsjechië vertienvoudigen hun nationale goudvoorraad. Dat is een teken aan de wand. Graag wil ik even je aandacht voor een korte onderbreking. Want wist je dat investeren in edelmetalen zoals bijvoorbeeld goud of zilver, door beleggers vaak wordt gezien als dé manier om je vermogen te beschermen tegen inflatie en economische onzekerheden? Onze partner Gold Republic maakt beleggen in edelmetalen toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen of je nu een ervaren of beginnend belegger bent. Gold Republic biedt voor een ieder een veilig en transparant platform... waar je eenvoudig fysiek goud, maar ook zilver of platina kan kopen... verkopen en kan laten opslaan. Want het mooiste is, je edelmetaal wordt fysiek voor je bewaard... in kluizen in Amsterdam, Frankfurt of Zurich. En dat noemen ze geallokeerd goud. Je bent dus altijd juridisch gezien 100% eigenaar van het en je kan dus via de app Edelmetalen kopen en verkopen waar je ook ter wereld bent. En goed om te weten, Gold Republic is marktleider in Nederland en in het bezit van een AVM-vergunning. Speciaal voor jou als kijker van deze serie mag ik tijdelijk 1 gram goud aanbieden, momenteel ongeveer ter waarde van 58 euro bij het openen van een account. En hiervoor hoef je alleen een order van minimaal 100 euro te plaatsen. Als je interesse hierin hebt, kan je op de link in de beschrijving van deze video of deze podcast klikken, of surfen naar matelonvols.nl/goldrepublic. Dus wil je goudportefeuille uitbreiden of ben je op zoek naar een nieuwe partij om gealloceerd edelmetaal aan te kopen? Weet dan dat je gebruik kan maken van deze link. En door gebruik te maken van de link ondersteun je niet alleen jouw eigen financiële toekomst, maar ook onze show. En dat stellen we natuurlijk enorm op prijs. We bedanken Cold Republic voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. En nu snel door naar de aflevering. En als we het hebben over die goudrevaluatie. Klaas Knot die dat gewoon noemt bij buitenhof, Dat is toch wel heel bijzonder? Of ja, zeker gezien zie je dat verkeerd? Het, nou, zeker gezien het feit dat Klaas Knot dat opbracht zonder dat er naar werd gevraagd. Ja. En nu zijn er twee vormen van goudrevaluatie. Klaas knot zei eigenlijk: we hebben goud meer waard zien worden de afgelopen 10, 15 jaar. En daardoor hebben we als het ware een herwaarderingsreserve op de balans staan die we tot nu toe nog niet hebben ingezet. Dus dat is op basis van de huidige opgelopen prijs. Mm -hmm. yeah. Maar er zijn ook scenario's. En eentje daarvan werk ik uit in de big reset. Mensen kunnen dat gratis downloaden, hebben ons op de website. En dan kan je lezen hoe centrale banken erg gecoördineerd... de goudprijs zouden kunnen verhogen naar 5.000 of 10.000 dollar per ounce... om daarmee de waarde van hun assets op de balans scherp op te waarderen. En als je kijkt naar hoe een centrale bankbalans is opgebouwd... er staan niet zoveel posten op... dan kan je eigenlijk met een paar slimme, slimme boekhoudkundige trucs... waaronder een herwaardering van goud... die centrale bankbalans erg stabiliseren. En, en dat is iets... Dat is zeg maar een van de kaarten die er nog in de, in, de, in de toolbox zit van centrale bankiers. En het is heel interessant dat ze dat zelf nu beginnen te noemen. Te omdat ja. ze eigenlijk daarmee de markt lijken een beetje klaar voor te maken. En wat ook interessant is, niet dat China en India en Rusland goud kopen. Die doen dat al 10, 15 jaar. Maar dat is dus landen zoals Hongarije en Tsjechië. En Ierland en, en, en Tanzania nu, dat die opeens goud beginnen te kopen. Dus kennelijk leeft er een verhaal binnen de community van centrale bankiers dat het erg verstandig is om nu goud te accumuleren. En zij weten vaak net wat meer dan wij over wat eraan zit te komen. Ja, want heel even concreet, hè, als we het hebben over die, uh, die goudrevaluatie, dan kiezen centrale bankiers er dus voor om de prijs van goud te verhogen, ze hebben goud op hun balans staan en uh, dat maakt dus ook dat de effectieve schuld ten opzichte van de activa die zij op de balans hebben staan daardoor minder wordt. Dus het lijkt alsof ze er beter voor staan. Klopt het als ik dat zo sta? Ja, ja dat, 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 dat klopt. En Amerika is het mooiste voorbeeld ervan. want Amerika heeft 8000 ton op de balans, zowel bij de Federal Reserve mm. als de Treasury, is eigenlijk een dubbeltelling. Maar die 8000 dollar staat gewaardeerd op de historische kostprijs van 40 dollar per ounce. Nou, de huidige prijs is 2000 dollar per ounce. Dus er zit al een enorme herwaarderingsreserve in. Maar moet je je voorstellen dat je goud gaat uh, revalueren re naar 8000 dollar per ounce. Dan gaat uh, uh, ja, de, de 11 miljard die nu op de balans staat van de Federal Reserve, die gaat stijgen tot 2200 miljard. En daarmee ga je die balans. Veel sterker maken. Je gaat dus ja. de, 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 de good assets, die ga je sterk in waarde laten stijgen. En de bad assets, de treasuries die je in bezit hebt, die zou je kunnen afwaarderen, zou je kunnen afschrijven. Want dat is simpelweg een vestzak-broekzak-transactie uh, uh, die binnen de ja. Amerikaanse overheid zou kunnen plaatsvinden. En wat, is, wat is eigenlijk de reden dat die bankbalansen verstevigd moeten worden? Is dan het vertrouwen in de centrale bank zo erg afgenomen of hè, in, in, de, in de munt zelf zo erg nou, afgenomen? Centrale bankbalansen waren altijd heel simpel, waren klein en waren relatief, euh, ja, relatief solide. Er gebeurde niet zoveel in. Uh, alleen na de financiële crisis hebben we gezien dat veel centrale banken een toelevlucht hebben genomen tot QE, quantitative easing, het bijdrukken van geld. Dat gebeurt door de centrale bankbalans te gebruiken en erg op te blazen. Daarnaast heb je gezien dat centrale banken, zoals bijvoorbeeld in Zwitserland uh, uh, de, hun eigen valuta minder waard hebben laten worden, zwakker hebben gemaakt door veel assets te kopen, bijvoorbeeld uh, aandelen op de beurs. Uh, en ze hebben natuurlijk hele grote post-staatsobligaties op de balans gekregen. Nou, er zijn grote verliezen gekomen op die staatsobligaties. Er zijn serieuze verliezen gekomen op een aantal van die aandelenposities. En um, met name die grote afwaardering na de grote crash op de obligatiemarkt vorig jaar. Heeft ertoe geleid dat, dat je boekhoudkundig nu als centrale bank tegen enorme verliezen aan zit te kijken. En die moet je op een gegeven moment wel aanvullen. En daarom willen ze die herwaardering van goudreserves dus in gaan zetten. En dat zijn de woorden dus van Klaas Knotten. Ja, dat is zeer bijzonder. Dus hè, die, die trend die zich toen heeft, uh, die eigenlijk toen gestart is met die obligaties die steeds verder in waarde uh, daalden, die zien we eigenlijk nu opnieuw plaatsvinden. Of misschien zou je zelfs kunnen zeggen nog steeds plaatsvinden, want de waarde van die obligaties nemen nog steeds af, de rente op obligaties nemen toe. We zien tegelijkertijd dat de grondstofprijzen weer beginnen te stijgen, dat er een mogelijk risico is op meer inflatie. Dat de macht van die BRICS-landen steeds groter wordt. Als je dit als één geheel zou proberen te, te beschrijven. Hoe, hoe kijk je hier dan naar uh, vanuit jouw positie als, 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 als mens bezien? Nou ja, ik zou liever zeggen als analist. Uh, um, <laughs> kijk, ik, ik heb ooit uh, uh, natuurlijk, uh, eerst als het dollar valt, geschreven, hè, dat, dat dat dit Amerika op de dollar gebaseerde systeem niet eindig is, dat daar ooit grote stress in dat systeem komt. Daarna de Big Reset geschreven en eigenlijk gezegd... dat je zal moeten komen tot grote aanpassingen in dat monetaire systeem... om dat systeem te kunnen stabiliseren. Gezegd dat je daarvoor schuldsaneringen zal moeten gebruiken... dat je de herwaardering van goud waarschijnlijk zal moeten gebruiken. Uh, en ik ben eigenlijk heel blij... ja, ik ben niet blij als mens om te zien dat dit systeem fout gaat lopen... maar ik ben wel blij om als auteur, als analist te zien... Dat die denktrand juist is gebleken en dat we nu inderdaad op een punt komen dat we moeten grijpen naar hele onorthodoxe maatregelen. En de geldcreatie die sluipend is geweest, die is nu groot geworden. Dat heeft uh, die superinflatie opgeleverd, heeft het einde opgeleverd van die trend van dalende rentes. En nu komen we in een heel interessante trend voor ons, ook, voor ons als beleggers. Waarbij goud en grondstoffen in geld uitgedrukt, eindelijk fors in waarde gaan stijgen. Want vergeet niet dat grondstoffen. Ik heb een grondstoffonds opgezet in 2008. Op de top van de vorige grondstoffenmarkt. We hebben 15 jaar lang een bearmarkt meegemaakt. Met een uitbodemingsfase die nu al vijf jaar duurt. De absolute bodem was begin 2016. Hertest in maart 2020 tijdens de coronacrash. En de koersen zijn nu in onze sector weer ver weggezakt. Waardoor we nu een uitbomingsfase hebben van vijf jaar. En ik kijk nu als belegger er wel naar uit. dat grondstoffen en goud gaan stijgen in, in money terms, hè, in dollar terms. En goud staat al op een nieuw record in China en in uh, Japanse jens... maar nog niet in dollars. In dollars is het altijd de laatste munt waartegen goud uitbreekt. En dat, dan wordt het voor beleggers inderdaad heel, heel interessant. Ja, we moeten het daar kort eventjes over hebben, Willem. Want. Uh... Uh, ik zie, uh, hè, als we kijken naar jouw visie, uh, dat jij heel erg scherper bovenop zit. En uh, monetair, geopolitiek bezien. Je zegt het zelf ook. Als we kijken naar de boeken die ik geschreven heb. Kijken naar wat, wat er nu uiteindelijk hè, op het wereldtoneel zich afspeelt. Dan komt dat. Bijna naadloos overeen. Maar als we dan kijken naar jouw visie omtrent goud. en ook hè, kijkend naar het fonds en de prestaties van het fonds. dan zien we dat dat op dit moment nog niet in lijn is met hetgeen wat je mogelijk zou verwachten. ten tijde van hoge inflatie, geopolitieke spanningen. noem het allemaal maar op. Hoe, hoe verklaar jij dat verschil, Willem? Nou ja, je weet, ik loop wel eens wat verder op de muziek vooruit. Mm. <laughs> Dingen komen nog wel eens wat later tot wasdom. in vergelijking met wat ik had verwacht. Maar je weet ook, ik heb een model en dat is mijn eigen modelportfolio van 4x25%. En waarom heb ik dat ooit bedacht? Is omdat ik een portfolio wilde hebben voor communicerende vaten. Dus wat ik mensen altijd adviseer of wat ik zelf doe, is 25% van vermogen in vastgoed, 25% in fysiek uh, goud en zilver, edelmetaal, 25% in aandelen, 25% in uh, cash slash bitcoin. En dat model werkt heel goed, want soms gaat het een omhoog, soms gaat het ander omhoog. Uh, we hebben met ons fonds de pech gehad dat we in 2008 zijn begonnen op de top van de vorige commodity cycle. Uh, uh, jij hebt de grafieken ook gezien. De commodity cycle heeft daarna een grote daling laten zien. En de waardering in de wereld van commodities had een laagste punt in 100 jaar eind 2020. Dus grondstofgerelateerde bedrijven, beursgerelateerde bedrijven waren in 100 jaar niet zo goedkoop geweest. We zitten nog steeds heel erg in die, dicht in de buurt van de grondstoffen. Wij investeren daarnaast in. De meer risicovolle grondstofbedrijven, de high-risk-high-reward sector van kleine bedrijven die grote ontdekkingen doen, die liggen op dit moment extreem slecht bij. En daardoor, uh, en dat doet mij verdriet, hebben wij verlies op de borden staan. Maar sinds onze start voor kosten gecorrigeerd, hebben we geen geld verloren. Uh, sinds de start staat onze belangrijkste benchmark nog steeds 70% lager. We hebben 80 keer een overname in onze portefeuille gerealiseerd. Uh, en ik heb er wat dat betreft alle vertrouwen in dat de boelmarkt in grondstoffen, die nu op gang moet komen, de boelmarkt in goud, wat dat betreft uh, ja, een heel interessant komende vijf tot tien jaar op zal leveren. En, maar ik ben zeker niet trots op wat we de afgelopen tien tot vijftien jaar hebben kunnen laten zien. Dus eigenlijk stel jij, hè, als, als hè, we uitgaan van het, de oprichting van het fonds in 2008. Um, en kijkend naar een simpele uh, tracker SP 500 die uh, pak een beetje 300% heeft gedaan ten opzichte van 2008, stel jij, ja, ja, er is een hele grote kans dat we nu een major trendomkeer gaan zien. En dat is waar jij al die tijd voor gewaarschuwd hebt, ook op gewacht hebt. En die bevindt zich nu in een uitbodemingsfase. Of misschien zelfs wel al in de rit omhoog. Begrijp ik dat nou, goed ik heb... als ik dat zo ja? verwoord? Ja, dat klopt. Maar wat ik. Kijk, um, het is belangrijk om te, di uh, te differentiëren als belegger. Hè? Dus je ja. moet die verschillende potjes hebben. Binnen de aandelenpotje is het niet verstandig om alles in grondstoffen te zetten. Dus ik zeg altijd tegen beleggers: 5, 10, 15% van je verhogen maximaal in ons fonds. Dan heb je een bredere aandelenportefeuille gehad, dan heb je meer geprofiteerd van de beweging op de aandelen. Onze aandelen hè, in de grondstofsector. Uh, die vertonen bijna anticyclisch gedrag als het goed gaat met technologieaandelen. We hebben dat gezien eind jaren negentig, gaat het slecht met aandelen in de grondstoffensector. Nu zien we dat weer grondstoffen uh, laag gewaardeerd, technologie hoog gewaardeerd. Uh, ik zie veel bedrijven in onze sector met de koers-winstverhouding van onder de tien. Nou, Apple heeft de koers-winstverhouding van 25 tot 30 en dat noemen we goedkoop in de technologie. Dus er zijn enorm veel koopjes te halen op dit moment in de grondstoffensector. Daarom zien wij ook nog steeds een positieve netto-instroom in ons fonds. We hebben elk jaar een netto-instroom gehad. We hebben nu meer dan 100 miljoen in de markt. En uh, ik kijk heel erg uh, met veel plezier vooruit, omdat die boelmarkt in grondstoffen, weet het uit het verleden, als grondstoffen eenmaal gaan bewegen, dan zijn dat vaak rallies die heel snel gaan. Kijk wat er in de jaren 70 gebeurde. Kijk wat er in de jaren 30 gebeurde. Dus wat dat betreft uh, ja, um, zit er nog heel veel in het vat en kunnen die waarderingen sterk gaan stijgen. En vergeet niet, in de vijftien jaar dat wij bestaan hebben we vier jaar gehad waarbij we herstel zagen in die markt. En we weten als er herstel komt in die markt, dan gaat het bij ons heel hard. Toen hadden we elk jaar een bruto rendement van tussen de 70 en 90 procent hoger. Dus wij zijn volatiel, wij zijn high risk, high reward, past niet bij iedereen... Maar dat is nou eenmaal de uh, yeah, nature of the beast. Ja, en eigenlijk had je dus verwacht dat al eerder deze trendomkeer zichtbaar zou zijn op basis van alle aspecten die we nu binnen de economie uh, zien plaatsvinden. En dit zijn natuurlijk hele grote en, en lange trends. Uh, je zei het net zelf ook al, als we kijken naar de BRICS, dat is niet iets van uh, de een op de andere dag. Dat is een trend van uh, jaren, tientallen jaren misschien wel, dat we uh, deze trendomkeer gaan zien. Uh, als we nou kijken naar jouw visie op het geheel vanuit uh, beleggersperspectief, want je zei net als belegger zie ik de boel heel rooskleurig in, uh, maar je zou ook kunnen zeggen hè, als, als mens, als analist ja. uh, zou je misschien wat minder positief kunnen nou, zijn. De, klopt dat? Da, dat, is, dat, is, dat is een tegenstelling. Ik maak me als mens erg veel zorgen over wat, ge wat ja. er gebeurt, maar als uh, fondsmanager van de grondstoffenfonds zie ik de perfect storm ontstaan en waarom? Omdat er een aantal hele grote trends nu samenkomen. Um, we zien grondstoffen schaars worden. Nou, dat is nu geen nieuws meer, want dat lezen we ook in de krant. Hè. Denk aan de battery metals. We hebben dus die groene revolutie waarvoor veel lithium, koper, nikkel nodig is. Nou, dat zijn typisch van die metalen waar wij ons in specialiseren. Uh, we hebben die geopolitieke strijd om, rondom grondstoffen, wat er de spanning op de grondstoffenmarkt nog verder zal gaan vergroten. We hebben die debasement of currency, zeg maar de inflatie, de geldontwaarding, waardoor zelfs nu meer generalistische beleggers naar grondstoffen gaan kijken. Ik heb vanochtend een call gehad, met een professionele belegger uit Singapore, die heeft zelf een start-up fund en zit in de cryptowereld en zegt, ja, maar het is nu zo laag in grondstoffen, ik ga nu diversificeren. Ik verzin dit niet, maar dat was een call van een uur geleden. En... Die perfect storm die zich nu aan het ontwikkelen is van die schaarste die geopolitieke spanningen um, die groene revolutie er zijn een aantal dingen die nu bij elkaar komen ja die maken het voor ons uh, reuze reuze interessant ja als belegger zijnde dus wel maar als mens zijnde zou ik zeggen nou het worden uh, met name in, in uh, Europa en misschien ook wel in Amerika lastige tijden als we vooruitkijken uh, met ah, uh, mogelijk hogere prijzen, grondstoffen, ja. etc. Inflatie is natuurlijk een killer. Voor, met name ja. voor mensen met midden- in, en lage inkomens. Inflatie ja. als belegger hoop ik op inflatie. Als mens vind ik het vreselijk. En je, je weet, ik waarschuw al jaren voor de debasement of currency. Ik wijs al jaren op de... Wimarisation van, van de economie. En ik probeer mensen juist met mijn um, boeken en met mijn verhalen en met mijn teksten al jaren ervan te doordringen. dat je bescherming moet zoeken tegen de geldontwaarding. En dat doe je door assets te kopen. die de overheid niet bij kan drukken. En daar hoort vastgoed ook bij. En, en daar horen edelmetalen bij. En ja, daar horen heel veel dingen bij. En. Wij hebben ons wel gespecialiseerd op die niche binnen de grondstoffenmarkt. En, en, maar geloof mij, hè, de afgelopen 15 jaar heb ik zoveel tijd van mijn leven besteed aan het in kaart brengen van de nog niet ontwikkelde belangrijkste mijnbouwprojecten ter wereld: in lithium, in koper, in goud, in nikkel. Daar hebben wij 100 miljoen in geïnvesteerd. In de meest ondergewaardeerde bedrijven. Met de meest significante grondstofprojecten die nog ontwikkeld gaan worden. Daar gaat het nu om gevochten worden. Dus als belegger vind ik dat prachtig. Maar als mens is het zeer zorgelijk. Helder Willem. En kijkend naar de kansen en bedreigingen voor de toekomst. Voor de gemiddelde belegger. Die nu naar deze video kijkt en denkt. Oh, dit uh, zag ik niet aankomen. Dat dit zich afspeelt voor onze ogen. En nu... Willem dit zo helder uiteengezet heeft, begrijp ik wat er aan de hand is. Uh, uh, jij zei net, uh, ik, ik uh, informeer mensen altijd over het spreiden van een portefeuille. Dat is ook wat wij doen uh, middels de opleiding. Maar kijk wel mee naar grotere uh, macro-economische trends. Hou die in de gaten, zoals wat er nu op de obligatiemarkt gebeurt. Neem dat mee in je algehele visie. Ik kom de uitzending heel eventjes onderbreken, omdat ik graag iets met je wil delen. Want tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds verbazingwekkend dat we op school nauwelijks iets leren over het ontstaan van geld en haar waarde. Over het vertrouwen in centrale banken en commerciële banken. Over het beheren van je persoonlijke financiën, het aangaan van schuld, het opbouwen van vermogen en hoe te zorgen voor een goed pensioen. Al deze onderwerpen komen nauwelijks tot niet aan bod op school of tijdens je studie. En terwijl dit juist cruciale kennis is die jou een enorme voorsprong kan bieden en je kan helpen op het pad richting financiële rust. Middels deze video's probeer ik mijn steentje bij te dragen in Nederland, maar ook in België. En begrijp me niet verkeerd hoor, ik snap helemaal waarom het systeem zo in elkaar zit. Je gaat naar school, je leert een vak, je kiest een beroep. En je levert een bijdrage aan de maatschappij. Maar veel cruciale onderdelen van het leven, over het leven. hoe je mens moet zijn. hoe je zorg draagt voor je gezondheid, je gezin. en je financiële welzijn en toekomst. die leer je niet. En dat vind ik best wel kwalijk. Daarom heb ik het heft in eigen handen genomen. en een compleet gratis masterclass ontwikkeld. waarin je in zeven stappen leert. hoe je het pad richting financiële rust kan bewandelen. ongeacht hoe oud je bent. Wat voor budget je hebt en of je nou ervaring hebt of niet. Wil je nou meer leren over deze materie? Ga dan naar de link hier onder deze video of onder de podcast in de beschrijving of naar madelonvols.nl slash masterclass. Om deze tijdelijk gratis te kunnen bekijken. En dan gaan we nu snel door naar de video. Als we naar de lange termijn trend kijken in deze, Willem, uh, uh, waar zouden beleggers dan rekening mee moeten houden? De mensen die naar deze video kijken. Nou, um, er is natuurlijk heel veel onzeker uh, op de korte ja. termijn, ook op de lange termijn. Maar wat ik mensen al probeer te leren. Is denk in scenario's. Probeer scenario's uh, te denken. Zeker als je meer vermogend bent. Hè. Stel, je hebt meer vermogen dan een paar ton. Of zelfs een miljoen. Uh, denk dan aan wat er fout kan gaan. Dat doe je ook als je een bedrijf hebt. Denk, als je een bedrijf hebt, dan weet je wat je moet doen. Als een uitbreekt, Als een server crasht, Als je gehackt wordt. Als het goed is goed. Heb je hebt er allemaal over nagedacht. heb je scenario's voor. En wat kan er als belegger fout gaan? Uh, we kunnen hoge inflatie hebben. Superinflatie, hyperinflatie. We kunnen een deflationary collapse krijgen. Een soort bankencrisis alle jaren 30. Um, banken zouden kunnen omvallen. Beurzen zouden kunnen sluiten. Er dus zijn allemaal van die scenario's denkbaar. En daarom ben ik uitgekomen met die modelportefeuille van 4 keer 25 Omdat eigenlijk in al die scenario's. je minimaal de helft tot driekwart van je vermogen toch overhoudt. Dus het is veel belangrijker met die communicerende vaten te werken. En. Um, uh, en, en, en dat is bijna de belangrijkste boodschap. En wat ik mensen ook altijd vertel, zorg dat je flexibel blijft. Je weet niet wanneer je met je geld zou moeten bewegen en waar naartoe. Hou er rekening mee dat het misschien zelfs ook buiten Nederland een keer zou moeten zijn. Uh, zie ik voorlopig niet gebeuren. Maar zelf hou ik ervan, ik kom uit Zwitserland, ik heb daar een basis. Uh, ik heb uh, vastgoed in Dubai gekocht, is buiten Europa. Ik merk dat heel veel mensen om mij heen, die wat meer vermogen hebben, op die manier beginnen te denken. Hoe ben ik flexibel? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet alleen maar van Europa afhankelijk ben? Um, en, maar goed, ik wil niet te veel in, 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 in angstscenario's praten. Moet je ja, het een beetje het vrolijk het houden. Over, precies, je had het net over de ondernemers uh, uh, onder ons. Ondernemers die denken niet alleen aan uh, wat er allemaal fout kan gaan... maar die kijken natuurlijk ook naar de kansen. Die zien altijd overal kansen. Ja, uh, ook natuurlijk de bedreigingen waar ze rekening mee houden, maar ook de kansen. En ik zag onlangs jou voorbij komen in een podcast en toen zei jij dat er overal op de wereld altijd kansen zijn, hoe zwartgallig het soms ja. ook lijkt. Uh, heb ja. jij een belangrijke mogelijke kans naast uh, dat uh, de grondstoffen en de goudprijzen. Ja, ik, roep hier, het al, uh, ik roep het al ja. een paar jaar, maar dat is uh, het gek genoeg. Uh, het, het, wat ik, wat ik zie gebeuren met vastgoed in het Midden-Oosten, uh, Dubai, Soed-Arabië begint ook met een enorme revolutie. Je betaalt prijzen daar van 5000 euro de vierkante meter. Dat is gewoon de helft, minder dan de helft wat je in Amsterdam betaalt. Dat is een kwart van wat je in Londen betaalt. Uh, en, en er is gewoon daar een wereldstad in aanbouw. En um, als je ziet wat daar gebeurt op de lokale markt. Er ging um, onlangs uh, afgelopen week weer een belangrijk project in de verkoop. Alles is onmiddellijk uitverkocht. Er zijn zoveel mensen met geld die zich zorgen maken over wat er in hun eigen land gebeurt. Of het nou Rusland is, of de Oekraïne, of Europa. Die voor de zekerheid toch ook maar wat in Dubai willen hebben. En ik vind het heel bijzonder om eigenlijk uh, van binnenuit de on, on, ja, het ontstaan van een wereldstad mee te maken. En de meeste mensen lachen er nog steeds om. Ja, we zijn in de woestijn. Ja, het is veel te heet. Maar die. De machthebbers in Dubai hebben heel goed door waar de huidige wereld behoefte aan heeft. Een plek van stabiliteit, een plek van veiligheid, een plek van rust. En, en natuurlijk is het een speeltje voor de rijken, maar er zijn nou eenmaal heel veel rijken. Er. En dat kan je de rijken niet kwalijk nemen. De, de centrale banken hebben ervoor gezorgd met hun beleid dat er zoveel liquiditeit is, dat er zoveel mensen relatief veel vermogen hebben kunnen opbouwen. En je kan die mensen niet kwalijk nemen. Dat ze voor zichzelf een plek gaan zoeken waar ze zich zo veilig en comfortabel mogelijk zoeken. En dat is nou eenmaal de nieuwe wereld. En um, je weet wat er met de digital nomads is gebeurd. Je weet wat er met de coronarevolutie is gebeurd. Je bent zelf een voorbeeld daarvan. Heel veel mensen kijken nu naar de wereld als een groot dorp. en ze bepalen in welke wijk uh, van, van dat dorp of van, van, van die stad ze gaan wonen. En heel veel ja. mensen uh, brengen ook een deel van het jaar door in een ene gebied en een deel van het jaar in het andere gebied. En we zijn wat dat aangekomen bij volstrekt een volstrekt nieuwe tijd, um, waarin mensen ja, super flexibel, super opportunistisch en, en super zelfstandig hun keuzes maken. En ik vrees dat dat ook een hele grote trend is die we eigenlijk nooit bespreken. Maar die wel van heel groot belang is en ja, ik merk dat mensen om me heen en je hoort dat waarschijnlijk ook daar heel erg een gids in zoeken en heel erg bij geholpen willen worden en, ja. en dat is uh, in onze wereld waar je toch mensen ontmoet. Uh, we hebben 2000 vermogende participanten en de gesprekken gaan meer daarover dan over het rendement. Gek genoeg. ja, ja dat is interessant Willem dat dat in jouw omgeving ook plaatsvindt. Uh, uh, wij zijn dan van een ietsje jongere generatie. En uh, hier zien we precies hetzelfde uh, plaatsvinden. En ik denk ook dat die trend zich zal continueren. Afgelopen periode zag ik zelfs voorbij komen dat in Nederland er ook wordt gewerkt aan het meer thuiswerken of flexibeler kunnen werken, van, onafhankelijk van een bepaalde. Uh, locatie. En je had het net kort over Dubai. Dubai is natuurlijk een stad die gebouwd is door ondernemers. Je zou bijna zeggen ja. voor ja. ondernemers ja. Uh, door ondernemers. En die trend is, is ontzettend uh, duidelijk zichtbaar. En ook het, het kunnen schakelen uh, tussen verschillende plekken. Het flexibel zijn, niet alleen als persoon of als familie, maar ook als bedrijf zijnde. Dat je je bedrijf zo inricht dat je... Uh, onafhankelijk van waar je precies bent, uh, je bedrijfsvoering ja, maar, door kan, uh, kan Maar, maar kan vergeet, vergeet ook niet dat er enorme bedreigingen op mensen afkomen en ondernemingen. Ja. Als je ziet wat er nu wordt gepland, hè, we hebben de 15-minute cities... waarbij eigenlijk ook tegen mensen uit de middenklasse wordt gezegd... je hebt straks geen eigen auto meer nodig. Hè? Uh, je moet alles met open vervoer doen, je moet alles in je eigen omgeving doen... Uh, we hebben gezien hoe onze vrijheden, hoe makkelijk onze vrijheden werden afgenomen of werden ingeperkt in de coronatijd. Dat heeft heel veel mensen de ogen geopend. En die hebben gezegd: wij willen niet langer afhankelijk zijn van de overheid in één land. die bepaalt of wij wel of niet gevaccineerd moeten worden, of wij wel of niet mogen reizen. En er is een, uh, een, een flink aantal mensen, en jij kent ze ook wel. En zeker de mensen die succesvol zijn en wat meer liquide zijn, wat meer vermogend zijn, die zeggen: Dat laat ik mij niet nog een keer gebeuren. Ik zorg ja. dat ik mijn eigen escapes heb, ik zorg dat ik mijn eigen routes heb. En, en die vorm van scenario-planning is misschien voor een hele hoop mensen nog wel belangrijker dan vermogensplanning op dit moment. Interessant, Willem, dat jij eveneens tot deze conclusie komt. Um, ik ben zeer benieuwd of we naar aanleiding van dit gesprek uh, of we nog dingen hebben die heel belangrijk zijn geweest, maar uh, we niet besproken. hebben. We covered it all. <laughs> ja, dat denk ik nee, ook. Mij, we hebben zoveel. Ja, we hebben ja? al bijna anderhalf uur bezig. En, uh, ja. Ik hou hier de plek bezet van Ben, onze trader, die moet ook aan het werken. Dus ik vrees dat we ja, moeten dat afronden. Ja, we hebben zoveel besproken, Willem, en we zullen hier vast nog vaker over gaan doorpraten. Ik wil je nu ontzettend bedanken voor je tijd en ook je flexibiliteit. Ik wil natuurlijk de kijker bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet om even te laten weten hieronder in de reacties wat je hiervan vond. Misschien heb je nog vragen voor Willem voor een eventuele volgende keer. En vergeet niet om je te abonneren op dit kanaal als je luistert en kijkt via YouTube. Mocht je nou luisteren via Spotify, vergeet dan niet om even 5 sterren achter te laten in de Spotify-app. Voor nu nogmaals bedankt voor het kijken. Willem bedankt en ik zie je graag terug bij de volgende aflevering van Matlon Navigeert. Tot dan. Dag.